Hallo, leuk dat je kijkt. Dit is weer een filmpje van JK Home en Vintage. Vandaag ga ik jullie iets laten zien. Ik neem je even mee naar de voorjaarsbollen. Terwijl we denken, nou, dat is wel een beetje vroeg voor dit jaar. Maar goed, weet je, de kerstboom is eruit. We willen weer wat leuks op tafel. En dat gaan we vandaag doen. Dus wat heb ik? Ik heb hyacinten, narcissen, gewone groene mos, grey mos, touw, pindraad, schaar en wat houtdecoratie. En achterop zie je staan een snijplank, presentatieplank. Ik vind het wel leuk of het daar straks op komt te staan. Dus dat gaan we doen. Dan gaan we mee beginnen. Nou, om iets leuks te maken. We gaan beginnen met de hyacinten. Ik ga even het potje een beetje losmaken. Zodat we die er makkelijk uit kunnen pakken. Oh, wat een wortels. Heb ik die dingen toch altijd. Zo, kaartje er weg. Potje weg. Dan is de bedoeling dat we dit gaan bekleden met mos. Deze mos is eigenlijk al gedroogd. Dus je kun je verse mos ergens krijgen. Dat het eigenlijk al een beetje makkelijker maakt misschien. Nou, is de bedoeling dat we het er een beetje zo omheen vouwen. Het is eigenlijk heel simpel. Maar je kleurt je huis weer zo leuk op. Dit mos eromheen. Het hoeft allemaal niet netjes daaromheen. Nou, volgens mij ben ik het bindraad helemaal niet nodig als ik het zo zie. Ga ik met touw, een soort jute touw is het. Ga ik om de mos, om het mos heen. Om het vast te binden, zeg maar. Dus het is wel leuk als je het een paar keer doet. Dus een paar ronde slagen zo maakt. Het touw afknipt. Oh, Sra zegt, doe het een beetje zelf. Ja, hij doet het. Kun je het goed zien zo? Vervolgens een lekker knoopje erop maakt. Strikje, wat je wil. En je hebt eigenlijk ook iets heel leuks. Kun je dat goed zien zo? Nou, ik ga nu ook even de hyacint op deze manier maken. Dan maken we de plank even leuk af. Dus weer even het potje kneden. Hyacint eruit. Hyacinten, sorry, de narcissen. Nou, deze gaan iets moeilijker dan de hyacintenbollen. Niet alles kapot trekken. Ja, gelukt. Is het misschien wel leuk om hier wat grey moss in te verwerken? Extra, dus die leg ik een beetje klaar. Gewone mos. Nou, ik heb weer zo'n hele mooie plak. Ik denk dat hij er wel in één keer zo juist omheen past. Nou, is een beetje te groot aan de onderkant. Nou, dan kun je stukjes afplukken. Zet hem neer. Moet je even wat grey mos her en der. Dat je die meepakt met het bindtouw. Met het. Zo. Pak ik weer het touw. Wikkel een stukje af. Voldoende, want het is wel leuk als je een paar slagen eromheen kunt maken. Er staat gelijk wat leuker. Wat stoerder. Maak je ook weer een leuk pakketje van. Nog één slag. Dus even het strakker aantrekken. Knopen we weer aan de voorkant. Wat je wil, hè. Het hoeft geen knoopje of strikje. In ieder geval een knoopje. Maar ik vind een strikje altijd ook wel erg schattig. Nou. Die zet je naast de hyacinten. Nou, moet je kijken hoe leuk dit staat. Is toch hartstikke leuk. Wat we dan nog even gaan doen. Oh. Om het geheel helemaal af te maken. Ik leg even het mos wat ik open had weg. Even wat houtschorsjes er zo bij op. Ik
En je hebt weer een heel leuk tafelstuk. Heel simpel en eenvoudig.